De 69e Twentse fietsvierdaagse vanuit Almelo ging vandaag van start vanaf Preston Palace. Er waren ook dit jaar meer deelnemers dan vorige jaren. Ik ben speciaal voor degenen die vooringeschreven zijn en voor de mensen die één dag willen fietsen. En ik ben voor de informatie. U bent vast langer bij de fietsvierdaagse betrokken. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik denk dat ik het langst van wat hier nu werkt, dat ik het langst doe, ja. Ja, weet je, na zoveel jaren ken je heel veel mensen natuurlijk. En het is heel leuk, vooral mensen uit andere plaatsen, uit het westen en uit het zuiden, die zeggen, oh, wat leuk dat je er weer bent. Maar het is ook soms wel, dan denk je van, jullie waren toch altijd met z'n drieën. Ook dat maak je mee, hè. Dan denk je, ja, maar één is er dan niet meer. Maar ze komen toch altijd weer terug. Komt op plekken die je normaal niet ziet. En het is gewoon een gezellig uitje. Mijn taak is samen met 7 collega's om de routes uit te zetten. En ook na die tijd de routes weer op te halen. Dus vandaag zetten we de route uit voor donderdag, voor woensdag. En woensdag zetten wij de route uit voor donderdag. En halen daarna ook de route van vandaag op. Ik doe met Jos Turnij de hele organisatie. En Jos en ik doen al 25 jaar één route, één dagroute uitzetten voor de fietsvierdaagse. Wat schenkt u de meeste bevrediging in de organisatie? Nou ja, dat ik mensen allemaal iets kan dienen voor de mens. Dat ze een dag uit hebben, een weekje uit hebben. Die mooie routes die ze uitgezet hebben. Je komt op paadjes waar je anders niet komt. Vindt u dat ook? En de gezelligheid, ja. De gezelligheid met het hele groepje. Je komt elkaar elke keer weer tegen. Even een praatje maken, ja, leuk. Hoeveel Almeloze fietsvierdaagse mag zich verheugen in een toenemende belangstelling? Hoe verklaart u die toenemende belangstelling? Nou ja, in ieder geval, wij zitten dus in de tweede week van de bouwvak. Dus dat iedereen heeft vakantie, dus scholenvakantie en een goed weer, hè. We gaan er een leuke dag van maken vandaag.